Jezus mag er zijn. Goed zo. Kan je dat je goed gaat zitten? Onze kring. Wees erbij wanneer ik bid en zing. Ik met mij en u met uw verhaal. Het kind hoort een kind te zijn en het hoort niet uit te maken of je slim bent of dom bent of druk of juist heel verlegen. Dat hoort niet uit te maken. Je moet gewoon je talent kunnen ontwikkelen op een school. Onze zoon zat hiervoor op een vrije school. En wij merkten gewoon dat hij, dat hij in dat type onderwijs niet goed paste. En het is voor ons zelf een verademing dat hij hier is. En voor hemzelf ook. Dat is heel mooi om dat mee te maken. Een ochtend op de Knienebult in Westendorp onder de rook van Doetinchem. Het is een kleine school, 65 leerlingen. En een bijzondere school, een zogenoemde inclusief school. En dat betekent dat alle kinderen hier welkom zijn. Van hoog tot laag begaafd, druk of juist heel rustig. Op maat, op niveau wordt de les aangeboden. En de kinderen moeten vooral ook van elkaar leren. Bang, goed zo. Die is bang voor de beknopte plank. En ik breng, goed zo. In je nieuwe boek. Pink, drink. Goed. Juf Ineke. Ja? Nou zie ik een heleboel kinderen die allemaal iets anders doen en ook nog eens op een ander niveau. Ja, dat klopt. Hoe doe je dat? Hoe ik het doe, hoe zij het doen, is denk ik. Zij werken op hun eigen niveau. De ene gaat wat sneller, die kan het wat vlotter en de andere heeft wat meer moeite mee, die moet wat extra oefenen. Dus... Maar dat betekent wel alle ballen in de lucht. Ja, zeker. Dat doen we ook. Je bent continu bezig met dan de ene, dan de ander. Of niet, Eduard? De volgende. Kijk, deze is aan de beurt. Mau. Passend onderwijs in optima forma. Voor Hupkes en het team zoals het hoort. Niet naar het speciaal onderwijs als het ook op een gewone basisschool kan. En dat kan, bewijst de Knienebult. De inspectie beoordeelde de school als excellent. Wat ben jij aan het doen, zo'n kleine grote man bij de grote kinderen hier? Nou, alleen maar, ik doe hier eigenlijk een opdracht. Het is op zich wel allemaal raar, want de meeste kinderen uit mijn groep die mogen dat niet. En jij mag hier gewoon meedoen aan een onderzoeksopdracht? Ja, en ik doe er ook mee met mijn groep 5 rekenen. Dus ik denk dat het daar ook een beetje door komt. Volgens mij ben jij gewoon slim. Ja, dat ben ik inderdaad. Ja, wij hebben een mix. Ik geloof heel erg in die mix van allerlei kinderen. Drukke kinderen, niet zo drukke kinderen, hele rustige kinderen. Kinderen die slecht kunnen lezen, maar kinderen die ook geweldig kunnen lezen. En juist die mix van kinderen zorgt ervoor dat het gaat werken. En is daar dan ook geld voor? Want dat is toch altijd wat je uit onderwijs hoort. Ja. Er moet bezuinigd worden, ja. Er is geen geld. Minder leerkrachten, grotere groepen. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Economisch handig zijn. En er is natuurlijk ook een ondersteuningsgelden vanuit samenwerkingsverbanden die je in kunt zetten hiervoor. Het kan dus wel. Ja. Maar je moet uitrekenen wat zij per dag moeten bijdragen aan dat bedrag. Dit is per week. Dit is een week. Ja, dit is een week. Ja. Maar die mensen blijven 21, hè? Of dat nou een jaar is of een dag, het blijven 21 mensen. Ja, we zijn eigenlijk deep learning aan het doen. En dat houdt in dat er allerlei verschillende rekenopdrachten in één opdracht eigenlijk zitten. De meeste kinderen komen niet uit het dorp Westendorp zelf, maar uit de regio. Ouders kiezen vaak zeer bewust voor de inclusief school. En dat zou wel eens de redding kunnen zijn voor een school die midden in een krimpgebied ligt, maar toch weet te groeien. Gaan jullie gewoon nog verder groeien? Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik weet het niet, dat is moeilijk te zeggen. We zijn nu wel groeiende, maar we zitten natuurlijk wel in een krimpgebied. Maar ik hoop gewoon dat we verder gaan groeien.